Ik ben vandaag op een bijzondere locatie, de sportpoli van het UMC. En hier wordt heel belangrijk werk gedaan om kinderen weer aan het sporten te krijgen en daar eigenlijk gelijke kans op te geven. En de mensen die dat allemaal doen, die gaan wij vandaag met een gouden bal in het zonnetje zetten. Kan jij mij vertellen waarom dit zo'n belangrijke locatie is? Nou, de sportpoli is eigenlijk één van de, en misschien wel de belangrijkste schakel in het werk wat wij doen. Dus wij helpen kinderen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening de weg te vinden naar een sportclub. En dat start gewoon hier in een ziekenhuis. Eefje, jij bent kinderfysio hier in het UMC. Wat maakt jouw beroep nou zo'n dankbaar beroep hier? Ja, wat het leukste is om hier te doen, is kinderen te helpen beter te bewegen. Mm-hmm. Dus van jongs af aan dat ze steeds ietsje beter worden en juist nieuwe kansen geven die, waar ze soms lang ziek zijn geweest of van geboorte af aan alle dingen moeilijk waren en dan nu juist weer verder kunnen laten ontwikkelen. Je bent nu bezig als ambassadeur van de Esther Vergeer Foundation. Waarom ben je dat geworden? Nou, sowieso omdat ik het super belangrijk vind dat kinderen kunnen sporten. En dan al helemaal kinderen met een beperking. Dus daarom vind ik het extra leuk om bij de Esther Vergeer Foundation als ambassadeur te zijn. Wat zou jij nou die kinderen die hier binnenkomen willen meegeven? Stel je echt open dat er nog zoveel mogelijk is en dat het super tof is om te spelen, om te sporten, om de wereld te ontdekken, maar ook je eigen wellicht nieuwe lijf te ontdekken door middel van sport. Op naar de volgende!